Maar dag Jad, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Jad, jij werkt al 5 jaar hier bij Bergman. Klopt, ja, 5 jaar. Ben jij de chef van de wasstraat? Ja, gewoon. Ja? Ja. En bevalt het werk? Perfect. Ja, ja, ja. Het is echt leuk. Ja. Ik vind het leuk, gezellig met de kinderen, met mensen gewoon praten, omgaan en zo. Dan komt er echt van alles, hè? Ja. Ik heb bijna elke dag ongeveer 100 mensen. Ja, volgende week, dan is er hier Horror Night. Klopt, kijk, bij Halloween feest, we gaan iets leuks doen voor de mensen hier. Ja, we worden allemaal aangekleed en een beetje iedereen laten schrikken. En die mensen blijven in de auto vanwege corona. Het is geen probleem. Nee, precies. Dus je kan met je hele gezin komen, kinderen achterin. Klopt. En iedereen blijft zitten. Klopt, ja. Maar wordt je auto dan gewoon gewassen zoals bij ons nu? Of? Dit klopt, ja. Ja? En we gaan hier een beetje feestelijke sfeer hier doen. En het is leuk. Is, maar als ik hier dan in de auto zit, is het dan net als in een spookhuis dat er af en toe dingen over mijn ramen komen? Of? Klopt. Ja? Klopt, ja. Het wordt best een beetje spooky. Ja, we moeten de mensen een beetje laten schrikken. Ah, je kan gewoon een rondje komen doen? Ja, precies. En hoe lang duurt zo'n rondje dan? Een paar minuten is het klaar. Ja. Maar er zijn mensen die vinden het leuk, die gaan stofzuigen hier, vinden ze leuk om te kijken. Ja. En ik heb meegemaakt, veel mensen komen met de kinderen. Ja. De kinderen vinden het prachtig. Volgende week dus een spook over de... Klopt. Welke datum is het? De 31ste volgende week. Hoi. Ja, volgende week begint hij. Van 7 tot half 10. Van 7 tot half 10? Ja. En ik denk dat er komen veel mensen. Want bij niet feest gebeurt vaak, vrouwen komen met kinderen als verjaardag. Alle kinderen pompen in de auto en hier begint de auto die als water gaat spuiten. En dan zie je jagen de kinderen. Ik vind het hartstikke leuk. En bij het eindverhaal krijgen die klanten krijgen, kleinigheid mee. Maar hoe laat kan je het beste komen? Want als het natuurlijk druk is, dan moet je wachten voordat je aan de beurt bent. Hoe lang duurt die rij ongeveer? 7 uur is goed hoor. 7 uur is goed. Mensen zijn gegeten. Ja. Gaan hier, lekker met het buikje vol, nog even schrikken, even bang worden. Ja. Dat is heel goed. Hey, Jad, dankjewel voor je toelichting en een fijne avond alvast. Alsjeblieft. Dankjewel. Tot dan.